Esmee en ik gingen met de trap. En ik ging iets te snel. Toen ben ik heel hard gevallen. Oh. En is er een stukje van mijn tand af. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Nou, ben je nou gewoon met een blokje aan het spelen? Vind je dat helemaal zelf? Wat knap ben je? En vandaag echt... Hij is aan het lachen. Ja, hij was bewust aan het lachen en hij was bewust aan het spelen. Ja, proost. Dat is leuk. Hi, lieve tappies. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Serzo. Ik ben René. Ik ben SB. En ik ben Nienke. En dit is Jessie Silver. Het is weer zover, de tijd van de maand om te bakken. We hebben weer een leuke premium cakebox binnengekregen. En het is Pasentijd. Ja. Toch, Pasen? Ja. Ja. En wat kunnen we dan allemaal maken? Wat horen er allemaal bij Pasen? Het is de april editie, inderdaad. Eitjes. Ja. Konijntjes. Oh. Ja, konijntjes. En wat hoort er bij konijntjes? Ja. Ja. Heel goed. Dus we hebben, laat het maar zien in de camera, carrot cake beslagmix. En nu ik. Ja, nu jij. We hebben eiwitpoeder om meringuele te maken. Mooi. Heel goed. We hebben, wat zijn dat? Cakevormpjes. Cakevormpjes. Kijk. Met paaseitjes erop. We hebben leuke uitsteeksels. Leuke. Dat zijn eitjes in verschillende vormpjes. We hebben altijd lekker Strolix. Sprinkles. En voor op de top staat Easter. Staat erop. Is dat Easter? Ja, en voor op de top Easter. Heel Easter goed. Easter betekent Pasen. Heel goed. En dit is een soort snoeppapier. Deze. Oh, dat is lekker. Je mag daar. Snoeppapier. Ook allemaal weer met het Pasen thema. En die kun je dus, als je die uitknipt, of volgens mij... Dan moet je wel voorzien. Ah nee, die kun je gewoon neerleggen. En dan maken we dit. En die doen we dan in de spuitzak. En dan spuiten we hier direct rondjes op. En die gaan dan in de oven. En dan krijg je meringuele met een leuk dingetje op de onderkant. Lekker. Pas ze nog hoppa, net op. Hoppa, hoppa, hoppa. Yummy. Dit allemaal is natuurlijk los te bestellen. Maar je kan het ook gewoon, dat zal ik tenminste doen, bij de premium cakebox bestellen. Wil je eenmalig een premium cakebox, betaal je €39,95. Neem je een jaarabonnement, dan kost die €38 per maand. Oké, okay, dus... want het is eigenlijk veel goedkoper om de cakebox te bestellen dan alles. Ja, als je alles los bestelt, dan ja, betaal je iets meer. Oké, okay. Warm de oven op 170 graden. Dus het cakeje moet naar 170. Helemaal prima. Doe de fijne kristalsuiker in een ovenvaste schaal of bakblik en zet het in de oven 5 minuten. Verwarmd suiker zal sneller worden opgenomen door de eiwitten, maar is niet noodzakelijk. Oké, fijne kristalsuiker. Shuba! Even kijken hoor. Doe de fijne kristalsuiker in een ovenvaste schaal en zet het in de oven 5 minuten. Oh, we moeten die daarin doen. Ja. Hey. Ja, we komen er wel. Mag jij hem erin doen? Totdat hij op 50 staat. Oh. Oh! Ja. Beetje meer of minder, hè? Ja, de volgende stap: 50 gram eiwitten. Wij doen alles even door de helft. Als we gaan rekenen, dan is eigenlijk alles gewoon kitten. Oeh. 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 Hey. Doe gewoon in één keer heel fijn. Ja. Toppie. Goed. Oké, 300. Precies. Ga jij roeren? Ja. Oké. Gaat het? Ja, super. Ga buiten. Nu gaan we. Ja, we gaan de eiwitten aanzetten. Oh. 30 seconden wachten, dan moeten we weer een tandje sneller zetten.
Hij komt net uit de oven, Poppie. We hadden gehoorbescherming moeten dragen, denk ik. Oké. Zo. En dan zo. Maar niet, hè? Is hij lekker? Nee, niet terug. Oh, lekker. Lekker. Ja? Hey, je hebt het gemaakt, hè? Goed gedaan, hè? Goed gedaan, hè? We hebben ervan geleerd dat we dus eerst deze in de zak doen. En niet eerst het spul hierin en dan die vergeten. Weet je wel, weet je niet? Zo. Ja, is goed. Hij is echt goed. Kijk, als je nou heel goed oplet, dan zit hij op je neus. Meer te eten. Ja, lekker. Zo lekker spul, hè? Go down. Wij kunnen wel 2 spuitzakken vullen. Nou. Ja, superveel. Maar goed dat we de helft hebben gepakt, hè? Ja. Nou, zullen we het hier even bij laten, of niet? Even wachten tot het zacht is. Lekker een schuimbad. Ja. Zo. En dan? Zo. Dit bedoel ik? Ja. Tof. Het ligt sowieso ergens in dit slagveld. Moet deze bak erin? Ja. Ja, heel goed. En deze zet hier onder. Helemaal mooi. Laten we nog maar even openstaan, want hij stond iets te warm. En dan moeten ze, geloof ik, hoe lang schat? Weet niet. Oh, ik dacht dat 120 minuten. 120 minuten op 70 graden. Nou, dan wachten we even en dan gaan we ons kind voeden. Ja. Wacht even. 90 graden. Hallo, wij gaan koken. Mooi, wij gaan koken. Gaan we koken of gaan we bakken? Moet je niet omdraaien, hè? Bakken en koken. Of wil je niet op de camera? Nee. Nou, we gaan hem maar af, hoor. We gaan maar weg. Wat gaan we doen? Bakken. We gaan bakken. Wat gaan we bakken? Cake. Oh, gaan we carrot cake bakken? Lekker. Wat hebben we daar allemaal voor nodig? Ja, probeer dat maar te herhalen. Ik doe het al. 150 gram gastenwortel. 3 eieren. En 3 eieren. Dat gaan wij bakken.
En 500 gram bakmeel. Dat gaan we allemaal pakken. Ik ben niet klaar. En 150 gram walnoten. Daar is de camera. Ja, inderdaad. We hebben 500 gram bakmeel. We hebben graswortel, 3 eieren, walnoten. 80 milliliter water en 150 milliliter olie. Dan gaan we 5 minuten rustig kloppen. Dus dit mag daarin. Blijf Alex? Staan. Ik ga nog eventjes Ja. Alles? Ja, maar ik allemaal in. Oh, dat is te veel. Nee, grapje. Alles moet erin. Ja, veel werken. Ja. Goed zo. Helemaal goed. Stinkt. Ja. Zo, ruik jij ook? Ja. Nou. Zo ruik jij ook seks gewoon. Ja. Daar heb ik nou al die tijd mee te dealen met zo'n stinkdier. Rustig aan allemaal, hè. Nou, de walnootje mogen erin. Alles? Alles? Alles! Ga erin, hè. Even moest. Doe je dat voorzichtig. Ja, de wortel. Ook alles. Ja. Je wordt een kleur. Dat mag hier. Ik ga een beetje helpen. En nu de eieren. Gooi me gewoon zo in. Gewoon zo of in. Niet, het scheelt niet af. Nou, zullen we dat maar wel doen? Ja. Ik vind het eigenlijk vind ik dat jij je haar vast moet hebben. Okay. Dan ga ik het regelen. 3, 2, 1. En mijn haar is vast. Ik show nou. Aan mijn haar. Hier, diva. Het water mag erbij. En de olijfolie mag erbij. Want hij is alles, 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 alles in één. Hoehoe. Mag ik hem daar aanzetten? Ja. Ja, kind kan de was doen. Hè? Nou, ga je hem er aanzetten? Of. Maar kunnen ze niet met de vingers eraf blijven? En dan mogen ze doen en dan is ze verledig. Hè? Iets zachter zetten? Nee. Niet te zachter zetten. Nee, ik zet hem harder. Tijdloos. Kom op, nog 3. Nog 2. Nog 2. Here we go. Ho, ho, ho. Ho, rechterin. De laatste. Oh, de laatste. Ja! Niet meer. Ons kunstwerk is klaar. Yes. Dus Esme mag hem eruit halen. Ja. Tadaa. 1. Oeh, het ruikt lekker, hè? Zo, hé. Tadaa. Lijkt wel poep. Het ruikt zo. Eeuw. Ik doe de rest dan. Ja. Waar ga je naartoe? We gaan ze proeven. Nou, ik zeg... 1, 2, 3. Zo lekker. Ik denk een half uurtje. Voor een hele taart staat namelijk een uur. Maar wij hebben geen taart, wij hebben cupcakes. Dus half uurtje maar. Ik denk een half uurtje. Ik vond het weer verdomd goed gaan. Hè? Toch? Ja. Jij ook? Hoe zullen we ze noemen? Wortelcakejes. Ja, dat vind ik inderdaad een goeie. Wortelcakejes. Oh. In de groep. Jij komt er mee. Zo dan. Toppie, oh, moet je nou toch eens kijken? Oh, mijn kleine kijkentje. Oh, zo. Kijk, hè? Grappig. Ja. Daarvoor was het dus. Ja, dat was hem dus inderdaad. Dus het plaatje haal je er zo af. Wow, oh. Ja. Zo. En hier zie je alle vormpjes. Wow, dat is zo cool. Kijk. Gaaf, hè? Ja. Ja. Oh. Prachtig. Wacht, dan moeten er wel ietsjes meer sprinkles op. Wow. Het eitje valt. Zo vast. Nou jongens, super gedaan. Het eindresultaat. Woehoe! Zijn jullie ook zo blij? Woehoe! Ja.
Vonden jullie het ook zo leuk? Ja! Wat zeggen we dan? Bedankt voor het kijken! Bedankt voor het kijken! Duimpje omhoog! Duimpje omhoog! En vergeet niet te abonneren! Vergeet zeker niet te abonneren! Ciao! Ciao! Ciao, 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 ciao! Nienke, laat eens even zien. Wat is er gebeurd? Ik ben toen net keihard gevallen. Oh, pot. We gingen een wedstrijdje doen. Ja. Mama ging, wie het snelst beneden was. En mama ging met de lift. En Esme en ik gingen met de trap. En ik ging iets te snel. Toen ben ik heel hard gevallen. Oh. En is er een stukje van mijn tand af. En haar handen, en handen zijn waarschijnlijk gekneusd. Oh, moppie. Alleen deze, denk ik. Had je wel gewonnen? Was je wel het snelste beneden? Het is een beetje dieper wondje daarin. Oh, we gaan ons helemaal, we gaan het even maar helemaal nakijken. Oma Sergio is al helemaal bezig met de EHBO-kit. Hè? Oh, kinderen. Oh, oh, oh. Jullie zijn zeker familie van oma Sergio. Ik hoor alleen, zij staat aan de deur en zegt, Nienke is keihard gevallen, ze ligt onderaan de trap. Ik zie haar, ik zag haar alles voor me.